Nou, dit zijn de twee verschillende maten Bluetooth hoofdtelefoons voor het sporten. En je ziet een beetje water liggen omdat ik net deze onder water heb getest. Dus ik heb hem helemaal onder water gehouden en de muziek laten spelen. En daarna deed hij het nog. Dus ik heb hem volgens mij een seconde of 15 à 20 onder water gehouden helemaal. En vandaar dat het hier een beetje nat is. En nou, die video kun je natuurlijk ook bekijken. Maar dit gaat eigenlijk over de maat van de Bluetooth hoofdtelefoons. Dan toch misschien een beetje onderschat. En je ziet hier echt duidelijk de verschillende modellen. De binnenste is natuurlijk kleiner dan deze. En wanneer kies je nou welke? Nou, ik denk als je gewoon weet van jezelf dat je gewoon een maat, een grote hoofd hebt. Dus veel hersens. Nee, dat is natuurlijk een flauw grapje. Maar zeg maar een maat L of XL. Dan neem je deze grote hoofdtelefoon. En dit is echt gewoon voor mensen met een kleiner hoofd. En ja, ik denk dat ze uiteindelijk passen om beide hoofden, maar om de goede maat te kiezen, dan draagt hij gewoon comfortabeler. En bijvoorbeeld bij een marathon is het erg belangrijk, zodat je natuurlijk gewoon geen last ervan krijgt. Dus wat we even gaan doen is de maat opmeten, zodat je dat zelf bij jezelf kunt checken. Dus ik zal hem gewoon even nu live hier meten. En dan kun jij zelf beslissen welke het beste is voor jou. Dus ik hou hier de 1 centimeter. En dan gaan we helemaal rond. Dus zeg maar dat die 39 à 40 centimeter lang is. Dus tot het einde, zeg maar tot aan de bovenzijde van je oren. En je ziet dat de dopjes een beetje naar binnen komen. Dit is natuurlijk een globale maat. Dat kun je bij jezelf natuurlijk niet exact opmeten. Maar als je dit nameet, zul je merken dat 40 centimeter best veel is. Dat past echt voor ja, eigenlijk iedereen. En natuurlijk is het ook gewoon heel erg flexibel. En kun je dit ook nog helemaal naar buiten bewegen. En bij deze kun je dit ook nog draaien. Dus dat vind ik wel heel comfortabel. Zodat je hem exact precies in je oor kunt richten. Of juist buiten je oor als je het verkeer even wil horen als het druk is. Of je wil even praten met iemand, dan draai je hem ook even weg. Dus dat is handig. De andere Bluetooth hoofdtelefoon. Dus de kleine die ga ik nu meten. Dan zal je zien dat hij een heel stuk kleiner is. Dus dan doen we hetzelfde. We beginnen hier bij 1. Dan gaan we rond. En dan is die zeg maar ja, 38 à 39 centimeter. Dus echt wel een stukje kleiner. En dat lijkt 2 centimeter van ja, wat is nou het verschil? Echt een redelijk groot verschil. Dus als je twijfelt zou ik de persoonlijk denk de grotere kiezen. Maar ja, je hebt nu exact de centimeters, dus dan kun je gewoon je keuze maken. En nou, ik zal de test dus van de onderwatertest van de Bluetooth hoofdtelefoon even nog bij het bericht zetten. En mocht je het op YouTube zien, dan zie je alle testen bij elkaar.